Yo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag hebben we een hele vette vlog. We gaan maxen. Niet op de deadlift, niet op de squat, op de log. We gaan maxen op grip. De jongens van Gouden Grip hebben me wat mooie spullen toegestuurd die ik mag gaan uitproberen. En dit doen we natuurlijk omdat hun een leaderboard hebben. En op dat leaderboard gaan we kijken ja, wie het best is. Wij vinden onszelf heel erg tof, dus wij gaan proberen om elk leaderboard gewoon 1, 2 en 3 te komen. Ik natuurlijk 1, Max natuurlijk 2 en Guus natuurlijk 3. Dat gaan we nog wel zien. Nou ja, om eens even voor te stellen, ik ben hier vandaag dus met Max. Max, heb je zo de eerste keer gekwalificeerd voor het NK. Blij mee? Heel blij, zeker. Hoppa, hey. En Guus, die ook natuurlijk voor de eerste keer meedoet met de sterkste man van Nederland. Oké, de dingen die we vandaag gaan gebruiken. Ik heb ze hier allemaal even mooi opgehangen. Een roller, deze gaan we gebruiken. Het blok. Daarom wil Maxen en deze, een hele aparte coinlift. Moet je tussen de vingers houden, ga je ze allemaal wel zien. Wat we natuurlijk ook hebben is de cilinder. En deze hebben we er ook mooi bij hangen. Hier gaan we de schijf op hangen. Dus allemaal van Gouden Grip, allemaal te zenden op de site. De site kun je zien in de beschrijving, dus kijk even, check ze even uit. En vergeet niet Hulk10 te gebruiken, 10% korting op alles van Gouden Grip. We gaan beginnen met de roller. Heel makkelijk. Je kan hem niet helemaal dicht krijgen, het is anders dan een normale barbell. We moeten van de grond aftrekken en daarna gaan we zo meteen op de weegschaal gaan we wegen. Kijk wie het hoogste komt. Blijf vooral zitten, train te liken en te subscriben. We hebben er nu 40 kilo op zitten. We gaan een beetje toewerken naar wat het max is wat we ermee kunnen. Het belangrijkste is wel dat je hem uitlokt. Dus je moet niet half wegen hier zo. Leuk dat hij van de grond afkomt, maar daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Het huidige record staat op 61,4 kilo. En ja, daar kijken we mee kunnen toch? Blij dat iedereen enthousiast is om het te doen. Yeah! Dat is jouw favoriete toch? Nee. Linksom, rechtsom, man hoog aan moet hij. Eindje. Ik bewaar een blok voor rechts. Links is mijn sterke riem, hè. Dus dan links hier wil ik veel mee halen. Dus dan ga ik links hiervoor gebruiken en rechts doe ik zo'n blok. Ik heb er al een week over nagedacht. Ja, het klinkt wel alsof je helemaal je huiswerk hebt. Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan. Je weet hoe het is, zelf met kwark eten toch? Gewoon het... Voor hem tellen? Voor mezelf tellen? Nee. Ah, dat is het idee. Mooi! Ja. 61,3. Hey, nu zit je echt 0,1 onder de ver. 0,1 kilo. Dat staat nu tegen. Je moet dus één schaal maar opkomen nog en dan heeft hij het record. Mooi. Ja. Dan leggen we die start. We hebben net 61,3 gehad van Max. Als goed is zouden dus 70. Ongeveer moeten wij eens 71. Wow. Dat scheelt niet veel. Nee, het scheelt niet veel. Even kijken hoor. Wat hebben we? God. 10 kilo nieuw record verbroken. Dank je. Dank je wel. Kom op. Top, hard knijpen. Ja? Ja, ja, ja. Oké. Ja. Plak je er maar 1 van. Ja. 56. Zet in de comments, vond jij dat die telde? Laat het weten. Wat moet je natuurlijk gebruiken voor Gouden Grip? Gouden Grip liquid chalk. Ja, lekker man. Yes. Kom op. Kom op. Yes. Hoppa. Zo, 80,1. Jammer. Ik ben overmand door emoties. 2. Ik denk dat er nog, als ik er 2,5 kilo bij, dat er nog wel wat in zit. Ik denk geen 90, maar ik denk wel meer. Je zit eerst op te scheppen over 90 en 100. Ach man, houd toch je bek. Kom op dan. Ja? Ja. Hey. Dat vind ik wel heel erg tegenvallen. Ja, nee, dat zit er voor mij niet in, maar... 80,2 had ik. Jij bent eindigd op 72,2. 55. Ja, ja. Je hebt het gewoon gezien, een nieuw Nederlands record. Plus een nieuwe nummer 2. Hallo. Hey. Ja, we gaan nu, welke gaan we nu doen? De blok of de coin? Doe de blok maar eerst. Ja? Dat ziet hier. Wat nu maar anders is, bij de roller, moeten we net zo houden. Deze is echt... Vingerspitsengevoel, hè? Is dat vingerspitsengevoel? Ik spreek geen spakenbeurs. Galaf!
Twee keer, wow. Hij is gek. Ja. Zo. Dat deed hij niet bij die rollen, hè? Nee, nou. Dat deed hij niet bij de rollen. Nou, ze kon het wel doen, maar ik... Oh, ja. Ik waren mijn kracht voor deze. Heb je nog een tactiekje voor hoe je pakt? Of heb je nog een strategie? Of, ja, heb ik. Zou je het willen delen aan de kijkers toevallig? Nee. Nou ja, wat ik zou zeggen is, ik zou hem niet zo willen pakken, ik zou hem een beetje zo. Dus je zou je pakken. Dat zou ik niet doen. Nee? Dat zou je niet doen. Zoiets. Dat is wel zwaarder. Ja, 40 is zeg maar heel veel, dus okay. Ik zou nu gewoon... Ik ben blij dat je dat gezegd hebt, dat we het op camera hebben staan dat het heel veel is, voor het geval dat iemand toevallig 40 zou doen. Ja, pas op. Waarom pak je hem eigenlijk elke keer met twee handen tegelijk, of ja, niet twee handen tegelijk, maar waarom pak je hem elke keer links en rechts? Ja, sterker worden. Je moet gewoon kijken hoe de baas het doet, hè? Hij is gewoon 34 kilo, hoppa. Ja. 1,5 kilo is van eigenlijk 4 kilo. Dat voelde niet als 32,5. Hoppa. Ik vond die vorige echt heel licht. Ik ben eigenlijk een beetje bang geworden nu. Dat wordt wel heel snel zwaar. Hè? Ja, dat is gisteren in één keer, zeg. Dat moet wel heel zwaar zijn. Dat zie je nou ook al. Ja. Je ziet net dat dit je ding was, Guus. Je ziet er zwaar uit. Ja. Kom op. Nou, ik heb niet echt goed kunnen zien, maar... Nou, dat ging wel... Zeg 4. Mooi. Sluit toch? Is nu 39. Oh ja, maar. Gaat ie, kom. Ja. Ja. 38,8. Mooi. Het is bijna die 40 kilo die heel knap was, zeg. Dus dat is wat integraal. Ja, 40 is zeg maar heel veel, dus. Van mij. Ik moet ook eens even inpoetsen voor de gaaf niet. Ja, dat ga je al. Ja. Beetje glij, hè? Huh? Beetje glij. Nou, alleen een beetje bij het optillen. Raar. Doen we dan zo'n vaag tientje zonder rand? Of doen we een tientje met rand, maar dan half eraf, zou ik maar zeggen, zoals deze. Dit is wel echt killer brede plate. Ja, dat is niet. Ja, die is mooi, hè? Ja. Dit is een dun lift, waarvan Guus zegt dat het best weer indrukwekkend is als het drukt. Kom op. Nee, helaas, dat wordt niks. Huh? Nee. Net even gek. Ik heb mijn linker bewaard. Oeh. Oh! Ja. Oeh. Dat was goed, dat was helemaal tot het bovenste stukje. Is dat zo? The judge has spoken. Spannend weer een Nederlands record. Oh nee, ik weet het eigenlijk niet. 41,2. Maar dat was wel echt de max. 5 minutes later. Zo, gewoon dit. Ja, gewoon zoveel mogelijk je duim eroverheen. Mag je alle twee de vingers liggen aan hebben of niet? Ik weet het graag. Mag dat ook? Ja, pas erop, pas. In principe mag je gewoon je vingers er tegenaan, als je maar niet je hand er omheen hebt. Dat kut te Dit is moeilijk, dit is moeilijk. Mooi een indicatie wat het nou eigenlijk is. 18,1. 18,1. Mooi. Nog makkelijker. Oh joh, joh. Dit is een flex. Dit is een flex. Jezus. 20,3. De volgende haalt hij niet weg. Nee. Ja. Dat
niet. Huppa! Nou. Dat zal hij zijn. Hier. Kom, ik ben sterker. Ik ben sterker. Ik wist het gewoon. Ik zie wat hij doet. Ik heb het gezien. Ja. Hier gaat hij weer. Niet normaal. 22,7. Oh ja, dat is 8. Oeh. Dat is wel een. Oei. Zou ik helemaal in je. Tussen je duim en je vinger zo, helemaal erin. En zo omhoog wippen, weet je wel. Wat je net bij mij zag waarschijnlijk. Ja, dat mag niet, je moet niet je vinger eromheen. Vraagjes. Ik lig eruit. Oh, nu wordt het spannend. Even opletten. Oh, hier. Nou, niet normaal. Dan gaat hij weer. Alles goed. Hippo. Is het? 24,0. Van peer. 100 gram peer. Zo. Nou, dat kan niet. Ik heb er zoveel gegeven, ik kan echt veel meer dan dit volgen. Doe dan. Pak het in het koor. Eventually. Max, denk je als hij niet naar alles verlopen had, dat hij dan... Dat weet ik wel zeker. Ja, dan heb je al 30 gehaald. Dat je hem buiten aan had. Ja. Geen excuses meer. Kom op. Ja! Makkie. Dit voelde wel alsof ik hem onder best wel te vallen. 27,5. Nou, lekker petje. Oké, dat was hem weer. We hebben flink gemaxed op, zoals je kan zien, de coinlift, de roller en het blok. Max, hoe vond je het gaan? Goed. Jij, hoe vond jij het gaan? Ik ben niet degene die de vraag stelt. Guus, wat vond jij ervan? Kon beter, maar... Hoppa, ja. Dat is een winnaar. Het was wel leuk. Het was wel leuk en weer sterker geworden. Ja, volgende keer weer sterker. Ja. Volgende keer meer gewicht. Volgend jaar maken we nog een video en dan doen we alles gewoon keer 2 ongeveer. Roller, 160 kilo. Tiel. Ja. Nee, we willen sowieso even Gouden Grip bedanken. Super tof dat jullie deze dingen hebben opgestuurd dat we ze mochten uitproberen. Dus kijk vooral even op de site. En als je iets leuks vindt, gebruik dan een hulpteam. 10% korting, help je mij ook weer mee. Help je jongens van Gouden Grip weer mee. En ja, volg ze natuurlijk even op Instagram. Ze hebben 2 accounts, een Nederlands en Engels. Dus kijk maar welke je wil. Welke zou jij willen? Engels of Nederlands? Toch maar de Nederlands. Ja. Oké, wauw. Echt een patriot. Hè? Ja. Dus nogmaals, Gouden Grip, dankjewel. En tot de volgende keer. Vergeet niet te liken en te subscriben. En de groetjes.